mijn ex, a.k.a. geen vingerafdruk in die motherfucker. Zijn niet met een dope try-out battle. Deze boys gaan proberen in de league te komen. Wederom zijn jullie thuis in jury, dus let goed op. Stem op PunchoutBattles.nl. Miss Librano heeft de tijd. En rapper aan mijn rechterkant, what's good? Hi, Sniggy, wanna play? Zo dope, jullie junkies kennen mij als dope man. Geen messias, wel een boodschap ben ik postman. Eigen visies wil niet één van ik worden. Vloek vaak een beetje slordig, de jeugd van tegenwoordig. Waarom sta ik... Crackback Amsterdam, als je ad voor die crackback zet, kan je me volgen op Twitter. Dat is helemaal hip tegenwoordig. Yes! Volgen. Ik ben hier nu zelf luid en shit hard. Ja. Sniggy, wat gaat gebeuren? Wat gebeurt er? Het is. Kom. Hey, moet ik op crackback voor beginnen? Laat weten dat we in de building zijn, joh. Marciano Armando Romano Madretsma. Je ma bedacht een naam voor elke rol van je speklaag. Marciano Armando Romano Madretsma doet vaak naast een drum ook een piano of trompet na. Eén hand in de koelkast, ander in de bestekla. Droomt hij van chili con carne voordat hij naar bed gaat. Sniggy, je bent een fucking ecosysteem. Er wonen mussen in je okselhaar die de kruimels van je buik grissen. En als je door blijft kanen, is er binnenkort ook ruimte voor een paar kippen die het zaad uit je navel pikken. En Cheetos worden schimmels in de plooien van zijn pens. Geen chick wil met hem klooien, want hij heeft geen rode cent. Plus dan moet ze eerst ontvlooien, dat is onbegonnen werk. Je weet het zelf. Je komt niet uit Hollywood en je komt niet binnen uit Hollywood. Of bij de Hollywood. Ik snap niet wat je Dottie doet. De man heeft zulke lange wimpers dat mensen denken dat hij kokkie zoekt. Hij heet Marciano, dus vandaar dat hij zich Rocky voelt. Je epileert je ook zo aan. Als je kickbokst, dan draag je vast een sport bij haar. Time. Hey, applaus. Yes. Oké. Sneaky, 1 minuut. Mensen, hold it down, please, man. Let's go. Luister, snuifkoning. Jij hebt evenveel swagger als Arnold Schwarzenegger. Jij rare vent. Ben je niet boos op moeder natuur, aangezien de natuur ervoor gezorgd heeft dat je zo lelijk van nature bent? Maar mensen, zijn jeugd valt niet mee. Dat hij aan de drugs zit, heeft de reden. Voordat zet ik hem onder hypnose en neem jullie allemaal terug mee naar zijn verleden. Alles vervaagd. Horen jullie dat? Zijn moeder die klappen kreeg. Zijn oma die op het junkie leek. Zijn kwijtende opa die zat af te trekken. Hi opa! Terwijl hij naar Calimero keek. Hij, into the blakke beep, zijn grootste jeugdherinnering bestaat uit 2 woorden. Papa, nee! Die arme stakker. Elke avond werd zijn kontje minder strakker. Hij werd al bang bij het horen van die trappen. Frits, mijn jongen, ben je nog wakker? Wie had dat nou ooit gedacht? Deze man is de enige persoon die zich niet veilig voelt met Vaderdag. Laat je horen voor de eerste ronde. Hij heeft gelijk. Ik blijf mezelf maar vertellen dat ik rapper ben, terwijl ik eigenlijk alleen maar erg lekker ben. Ik ben bijna 30 jaar, ik heb geen malle moer bereikt. Ik krijg een barkje voor een showtje, het is zonde van mijn tijd. Het kost me klauw om het geld en er is niemand die me draait. Maar in die biedt me troost dat ik niet zo lelijk ben als jij. Hé, jij bent toch die keel van die Kentucky Fried campagne? Ja, man. Je won die What Do You Do Best wedstrijd. Hij wist de mic te rocken, nu wordt hij voor live gesponsord. Dan zegt me Sniggy, die kip is nog tot daar en toe. Maar moet je dat vet ook echt in je haren doen? Gadverdamme. Deze man is zo'n stoner, hij probeert zelfs de hash uit zijn Twitter tags te smoken. En hij gaat stad en land af in de hoop om ergens retweet te kunnen kopen. Alright. Shit. Oké. Je kan niet van me winnen, dat is achterlijk. Net als Adi die hun punch-out filmpjes doet alsof hij niet weet wie de zaaster is. Kijk, jij en vader, laat me niet lachen, man. Jij komt pas thuis van stap als het zaad van je wimpers druipt. Dus hoe houdt je kind dat uit? Dat is hoe we doen. Ik kom aan bij mijn laatste bar. Je weet niet hoe het gaat en ik ben een beetje bang. Helemaal geïmpressed door de taal van deze man. Maar ik heb nog wel 1 lijn voor je bewaard en als het mag, dan prop ik hem er nog even in. Je weet niet dat je niet moet beatboxen als je een J dichtlikt. Of wanneer de T eindelijk een keertje aan je penis zit. Die if your mother only knew shit er meteen afschrikt. Yeah. Nice man, nice. Hey, geef me een applaus man. Yo. Let's get busy. Yo. Mijn stijl is explosief, dus mijn bommen staan gelijk klaar. Ik stop een bom in je telefoon, ik bouw je op, jij neemt op.
nummer onbereikbaar. Leef je dan nog? Dan bodaar ik jou. Klap je om de havenklap. Stomp op je hoofd. Pak je bij je haren vast. Daarna bij je keel. Stik het tot je blauw wordt. Bezorg publiek een meet and greet met een avatar. Onwetend dat hij door Sneaky onthoofd wordt. Want jij weet en vooral jij weet dat hij alleen maar met deze battle meedeed omdat Excellent zei dat het dope wordt. Snap je hem? Dope wordt. Dus deze crackback heeft geen crack meer nodig. Want hij komt met zoveel pointslijns dat hij die lijf lijkt alsof jij lijkt aan een overdosis. En het ironische is dat geen van zijn pointslijns mij raken. Terwijl je van een crackverslaafde wel zou verwachten dat hij goede lijns kan maken. Zijn echte naam is Fris van Dijk. Klinkt als een motherfucking undercover nazi. Wanneer zijn beste vriend iemand vermoord en de politie hem overhoort, haalt Fris van Dijk de dijk omhoog en volgt er overstroming vol met informatie. Fijn. Op straat speelt hij een trigger rappy gangster killer. In het echt is het meer een soort van opblaasbare shampoo action figure. Ja. Ik ben ontoerekeningsvatbaar. Ik vond niet aansprakelijk te stellen. Ik sloop je zo hard op mijn verzekering de schade niet kan dekken dat ik je aanraad om na deze battle permanent naar Suriname te vertrekken omdat ik je een hoop zonnezegen om dit drama te verwerken. Ja. Gaat hij zo doen, leidt hem af. Maar hij lijkt op een chap die geleidelijk afzakt van een berg vol dikke kwasten op zijn pad. Weet ik veel wat ik zeg, ik praat gewoon een beetje bullshit, dat is de stijl. Frits is een mafkees, ik had me voorbereid, maar mijn lijn zijn kwijt. Oh, Sneaky, je hebt gewonnen, ik geef me over. Slag me maar af zonder mededogen. Yo. Yo, even tussendoor. Voor deze ronde, shout-out naar Hoesoe. Hoesoe. Ja. Hoesoe is baas. Ja. Oh, sorry. Maak het niet druk. Ben je klaar? Ja. Oké, cool. Oké, ik snap het. Jij bent dun, ik ben vet. Jij bent blut, ik heb stacks. Ik wil kut, jij wilt crack. Dus geef hem een beetje crack en hij wil best een paar mannen boelen. Fucking crackverslaafd, zet zelf crack op zijn pannenkoeken. Deze man kon niet zonder crack leven. Zijn favoriete zanger, Crack David. Plus, hij luistert naar Amy Winehouse te trekken. Lekker met ontbijt. Thee, met crackers. Een echte crackjunk. Hij stilt, hij liegt, hij bedriegt. Vraagt of wat wissel gehad van eten of cocaïne misschien. Niemand vertrouwt hem daarop als een Marokkaan op een fiets. Jij wordt toch geil als je een naald op een tafel ziet? Maar fuck dat. Ik praat niet over poker, maar in zijn maag ga ik all in. Want haar ass is all round. Ze doet alles doggystyle, kwakkie en zakkie. Zij is all round. Sancho, Sneaky, we zijn hier en daar. We gaan all around. Dus excellent. Zip it up. Body bag. All rounds. Nu zijn we dus klaar op 3 rondes gehad. Jullie thuis zijn de jury. Punchoutbattles.nl, stem op. Sticky! Of stem op. Als je in je hoofd houdt om te stemmen naar zo'n bodybag op mij, dan ben je echt gek in je hoofd.